Okay. Ik heb de opleiding Manschappen A gevolgd bij Brandweer Haaglanden. Ik doe de opleiding Manschappen A. Afgelopen januari begonnen met de cursus opleiding bevelvoeren. Het leukste van de opleiding vind ik dat die heel praktisch ingericht is. Dus we doen veel dingen in de praktijk. We hebben verschillende stageplekken gehad. Ik heb op 3 verschillende kazernen stage gelopen en daar heb ik in een korte periode veel dingen geleerd en ook veel dingen meegemaakt. Ik vind de opleiding erg leuk om te doen, leerzaam. Het is veel, maar het is goed te doen, het is erg praktijkgericht. We krijgen veel opdrachten mee naar huis. Die ik dan hier bij Corps Soest uit moet voeren. En daar haal ik alleen maar veel baat uit, omdat ik dat straks weer nodig moet hebben na de cursus. Ik vind de opleiding heel leuk, bevalt me heel goed. Zeker omdat het zo praktijkgericht is. En zowel praktijkgericht als dat je ook de lesstof klassikaal behandeld wordt. Maar dat je dat ook terugziet in de praktijk oefeningen die je daarna gaat oefenen. En dat alles zo een beetje op zijn plaats valt. We gaan even kijken wat hier allemaal in de afdeling ligt. We gaan even een paar dingen laten zien. Hier heb je al ook op de opleiding gewogen. Een spreidertje. Ja. Ik pak hem even eruit. Mag even daar niet leggen? Ja. Zorg dat de koppelingen niet op de grond raken en gewoon klikken. Zo. Ja, hij staat op 1. Ja. Deze staat op 1. Op 1. En deze staat op normaal. Ja, normaal. Goed. Zo staat aan. Ja. Even wachten. Ja. Kom maar. Ik heb hier een lichtje, als het s'avonds donker is, ja. Kan je die aandrukken en dan gaat het licht aan. Zie je het? Oh ja. En dan zie je precies waar ik heb werken. Ja. Kijk, dan ga je heel lang open. Je kan het lichtje uitdoen. Ja. Oh, nou, dit is dan de spreider. Een heel erg boeiend, belangrijk vak. Als wij komen, dan doet het er echt toe. Wij worden verondersteld echt vakmensen te zijn daar. Bij nacht en ontij, regen en wind moeten wij ons vak doen. En wij vinden dat de opleidingen daar aan slag in moeten maken om dat nog meer bij de mensen te brengen. Eerste straal hoge druk voor de deur afleggen met voldoende lengte. Eerste straal afleggen. Beeldvorming, hè? Je had vooraf, jij wist het scenario, dus je hebt een beeld gevormd van nou, misschien zou ik het zo doen, misschien zou ik het zo doen, waarschijnlijk. Ik denk dat vooral omdat je niet zo gek veel ervaring nog hebt. De opleiding voor bevelvoeren, nieuwe stijl, duurt 3 jaar, best lang. We hebben vanavond een bespreking over wat we hebben meegemaakt. We hebben meegelopen met een andere ploeg, bevelvoeren mogen controleren. En dan gaan we hier bespreken van wat we goed vonden, wat we minder goed vonden, wat we eventueel anders hadden gedaan. Je ziet hier nou echt van, ja, hoe lossen wij het op, hoe zou jij het doen? En dat is toch echt, ja, die interactie die is gewoon wel goed. Hij is best pittig, maar wel heel praktijkgericht. En dat is een goede zaak. We gaan gelijk vanaf de eerste les al werken met de casussen die er zijn. Dus de inzicht is er al veel sneller. Wat speelt er allemaal bij? Als we dat nu ook vergelijken, we zijn nu bij ongeveer les 16. En we beginnen nu langzaam een bevelvoerder in spe te krijgen. Terwijl bij de oude opleiding kan dat zeker een jaar gaan duren. Voordat de eerste bewustwording van wat doet een bevelvoerder nou eigenlijk allemaal. Ja, ik vind het top. Maar dat komt meer door de combinaties van de theorie, dat je dat ook meteen in de praktijk mag brengen. En dat werpt zijn vruchten al af. Nu zie je achter in de auto dat je beter in de gaten hebt wat de bevelvoerder allemaal wel moet doen. En er zei ook een cursist, bij de oude opleiding kreeg je een diploma en bij deze opleiding ben je aan het eind gewoon bevelvoerder. Een eikelpunt hoor, want de een zegt dat kan niet en dan heb je geen druk en dan moet iedereen eerst naar buiten en het duurt lang. Maar... Ja, dat ken ik wel, maar je moet wel contact houden met je straal. Ja. Voorheen werden cursisten naar de cursus gestuurd. Waren 3 jaar voor manschappen, 2 jaar, bevelvoerders 3 jaar onderweg. We konden ze niet volgen.
En na de tijd dat ze examens hadden gedaan, kregen we ze terug. Ja, en dan moesten ze eigenlijk in de organisatie inbedden. Ze wisten nog niet precies hoe alles werkte. Het verschil nu. Je krijgt ze meteen van het eerste het beste moment. Je volgt hun leergang, je weet hoe ze presteren tijdens de opleiding. Het gaat om vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. En we brengen veel meer praktijk in de opleidingen. Praktijk op het opleidingsinstituut, praktijk in het eigen korps. Mensen krijgen opdrachten mee om thuis te oefenen. En praktijk realistisch oefenen op een oefencentrum. Er wordt meer van de cursisten zelf verwacht. Ze moeten veel meer zelf aangeven wat ze wel, wat ze niet kunnen. En als leerwerkplekbegeleider heb je daar een taak in om dat op te pakken. Zodanig dat je ze dus kunt integreren in het korps waarin je van dienst bent. Als we kijken naar de opleidingen voorheen, dan waren dat veel opleidingen op opleidingsinstituten en op de kazernes. Maar zat eigenlijk weinig het echte werk in. Het echte werk dat doen wij, ongevallen waar we op af kunnen gaan, branden waar de mensen in kunnen gaan, praktijkervaring met hitte en met vuur, want dat zijn realistische omstandigheden die ze in de praktijk ook tegenkwamen. Nou, dat deden we heel erg minimaal, eigenlijk net voldoende om het examen te halen. Brandweermensen zeiden van nou, we zijn eigenlijk net met het schrik vrij en dan zijn we brandweerman. Nou, de bedoeling is dat we dat echt gaan intensiveren. We hebben een zwaar en belangrijk vak en mensen hebben recht op een goede praktijkscholing. En juist dat gaan we in de nieuwe opleidingen dus veel meer laten zien en onderbrengen. Ja, dat doen we op het moment dat de wagen stabiel is. Eerder kruipen we er niet bij. Ja, is goed. Ja? Ja. Zoals je kunt zien achter me hebben we de opleidingen zo aangepast dat we veel meer realistische oefeningen in terug laten komen. De basis brengen we hierbij op het opleidingsinstituut. Samen met de leerwerkplekomgeving. En hier proberen we te eindigen met de meer realistische bagage die we mee kunnen geven aan de jongens en aan de meiden. 3, 2, 1, en ik. Het is een heel breed takenpakket wat ze hebben. Je ziet dat dit een voertuig is. Maar zo hebben we ook een ongeval met een motor. We hebben een ongeval met een aanhanger. Dat komen we dagelijks tegen. Dus zodoende is het een heel brede specialistische opleiding. Die wij als opleidingsinstituut samen met korps bij moeten brengen. Nummer 1, 2. Ben je dagelijks met het voertuig bijgeleven? Kom, ja, even kijken, ik niet op. Nee, oké. Okay. Hoppakee. Zet, neer. Mag je allemaal meegeven? Het kleine gat. Gewand nummer 1. Die van ons over. En dan gaan wij de zaak opwarmen. Ja, dit is echt wel echt ook heel leuk om te doen. En super leerzaam natuurlijk. Dit is echt de praktijk. In plaats van een beetje oefeningen of stukjes oefeningen, heb je nou gewoon een hele oefening in één keer. Het geneest heel snel. De belastbaarheid voor de leerwerkplekbegeleider valt mij mee. In het begin hebben ze gezegd 2 tot 3 uur per week dat je daarvoor uit moet trekken. We doen het hier zo en ik denk voor de rest in de regio ook. Dat daar waar nodig schakel je gewoon andere mensen in. Een chauffeur-pompbediende die kan heel goed uitleggen hoe een voertuig werkt als dat een leerwerkplekopdracht is. Besteden we dat aan hun uit. Een andere optie is dat je bij je buurgemeente gaat shoppen van jongens, wij hebben een opdracht, kunnen we het combineren. Nou, de ene keer zullen hun dat doen en de andere keer kunnen wij dat overnemen. Ja, en daarmee je belastbaarheid haal je daar toch wel een heel eind mee naar beneden toe. Ja, ik vind het een goed systeem. Mensen zijn veel meer voorbereid op de praktijk. Op het moment dat ze nu klaar zijn met de opleiding, dan zijn ze ook meteen inzetbaar. Als een bevelvoerder achterom kijkt, is een tankautospuit straks, dan ziet hij daar 3 of 4 mensen zitten met manschap A. En dan weet hij ook wat ze kunnen. In het oude systeem moest je maar afwachten wat ze kunnen. Mensen zijn veel meer voorbereid op de praktijk. En met name ook het realistisch oefenen is toch iets wat er niet in zat. En nu wel. En dat geeft mensen ook zelfvertrouwen. Dus helemaal top. We hebben het nu over nieuwe mensen, maar we hebben natuurlijk ook nog zittende mensen. Er zijn nog 26.000 brandweermensen in Nederland die ook mee moeten in zo'n nieuw systeem. Dus in de toekomst moeten we met name praten over vakmanschap, denk ik. En vakmanschap is mijns inziens dus opleiden, oefenen, maar ook bijscholen.
bijvoorbeeld rijbewijs halen. Mensen halen nu het rijbewijs en dat is dan een leven lang geldig. Straks halen we ook het rijbewijs, maar je moet dus elk jaar moet je weer aantonen dat je nog rijvaardig bent. En dat heet dus bijscholen en daar gaat het nieuwe systeem in. De brandweerman, ja, dat is moeilijk uit te leggen. Dat zit in je en dat komt er ook niet meer uit, ook, denk ik. Je weet niet wat je te wachten staat. Je weet niet of er, hoeveel mensen er binnen zijn. Dus het is echt de actie die erin zit. Dat spreekt mij het meest aan. Brandweerman is een passie, maar daarvoor moet je zeker je vak verstaan. Ja, ik ben leerplekwegbegeleider. Wat ben je? Leerwerkbegeleider. Leerwerkplekbegeleider. Ja, ik doe nog een keer. Leerwerk. Leukertje. Dat is een leukertje, hè? Dat is gewoon idee. Ik ben mentor.